De Betuwe? Ja, vandaag verhaal van de Betuwe. De Betuwe, het verhaal van de Betuwe. 2000 jaar geschiedenis. Goh. Geen tijd te verliezen. Nee. We moeten snel beginnen. Anders redden we het niet. De waast, hè? Half uurtje maar. Dit is het verhaal van Gelderland. Het begon met een draak. En de graven van Gelre. Een Gelderse vorstendynastie. Bloeiende handel met de Hanzen. Maar iedere plek in Gelre heeft een eigen verhaal. Samen vertellen die de historie van Gelderland. De ridders van Gelre duiken in de geschiedenis. In de geschiedenis van de Betuwe. Hier begint de Betuwe, op het splitsingspunt van Rijn en Waal. Of beter gezegd, van Waal en Pannerdens kanaal. We kennen de regio tussen Waal en Rijn natuurlijk vooral als de fruittuin van Nederland. Ja, wat ziet zo'n boomgaard vol appels er mooi uit vanuit de lucht. Maar de Betuwe heeft ook een prachtige geschiedenis. Ja, 2000 jaar geleden was dit al een bloeiend gebied aan de grens van het Romeinse Rijk. Ja, hier aan de Limes woonden de Bataven. Daar komt waarschijnlijk de naam Betuwe ook vandaan. En de cultuur van de Bataven versmolt langzaam met die van de Romeinen. Versmolt? Dat heb je mooi gezegd, René. Dank u. Het beste voorbeeld daarvan vind je onder de grote kerk van Elst. Ga maar eens kijken. Wat mij betreft zijn we aangekomen bij een van de hoogtepunten in de Gelderse geschiedenis. En dat komt niet alleen vanwege deze prachtige kerk, maar vooral omdat hieronder een tempel ligt. De fundamenten van een tempel. En dat is eigenlijk een prachtig voorbeeld van de versmelting van de Bataafse en de Romeinse cultuur. Wat voor tempel is dit? Ja, dit is een Gallo-Romeinse omgangstempel. Maar om compleet te zijn, het zijn twee tempels. In de eerste eeuw is er eerst een klein gebouwtje neergelegd. En daar weten we niet zoveel vanaf. Maar einde van die eeuw hebben ze die verbouwd tot deze grote monumentale tempel. En dat centrale gebouw dat heet de Cella en daar staat het godenbeeld. Waarschijnlijk is hier de god Hercules Magusanus vereerd. Hercules is een echte mediterrane god. Magusanus een inheemse Bataafse god. En de Romeinen hebben dus een mediterraan sausje over die Bataafse religie gegoten. En dit is een monument waar Bataven hun erediensten hielden. Je moet een beetje bukken, maar dan sta je wel in de resten van een Romeinse tempel. Normaal gesproken vind je dit toch alleen maar in Italië? Ja, absoluut. Dit is voor Nederland, de hoogte van dit muurwerk is uniek. We kunnen hier direct verder naar beneden en dan heb je meer dan 3 meter opgaand muurwerk. Ja, en dat vind je nergens anders. Drie meter hoog Romeins metselwerk. Gewoon bij ons in Gelderland. Klopt. Ja, wat we hier zien is eigenlijk het ondergrondse deel. Wij bevinden zich dus onder Romeins vloerniveau. Dit is wat we noemen visgraatmotief. Schuin geplaatst, een rij mortel en weer schuin geplaatste stenen. En op ongeveer dit niveau begon dus het zichtbare deel. En daarboven zie je keurig rechthoekig bekapte steentjes aan de buitenkant, aan twee kanten. En daar middenin gooiden ze het dan ook weer vol met steenpuin en mortel. Oh, dat gaat best. Ja. Best handig zo. Mag ik het vastpakken, dat hout? Ja, ga je gaan. Want hoe oud is dit? Oh, ja, dit is ongeveer 2000 jaar oud. Dit is gekapt rond 100 na Christus. Dus de tempel is ook van 100 na Christus? Klopt. Je ziet dat het is doorgesneden. We hebben in het onderzoek van 2002 deze palen geborgen en jaringonderzoek laten doen. En daaruit blijkt dat deze niet vroeger zijn gekapt dan 98 na Christus. Dus ja, kort daarna is deze tempel opgericht. Maar waarom moest de tempel gebouwd worden op palen? Nou, we zitten hier in het rivierengebied. Hier ligt zand, rivierklei en dat is soms onstabiele bodem. Dus die zeer dikke muren van 1,80 meter, die zouden wel eens kunnen gaan verzakken. En vandaar dat ze alle muren hebben gefundeerd op hele batterijen van dit soort eikenhouten heipalen. Amsterdam is ook gebouwd op palen, hè? Klopt. Dat hebben ze van ons afgekeken. Zo zou je het kunnen zeggen. Ook na de tijd van de Romeinen en de Bataven bleef de Betuwe een welvarende regio tussen de grote rivieren.
De Betuwe is altijd een belangrijke transportregio geweest. Tiel was ooit zelfs een groot handelsknooppunt. Ga weg. Tiel? Tiel! Tiel is heel veel. Slecht. Tiel is veel. Goedemiddag. Goedemiddag. Lijkt het nog een beetje op de middeleeuwse markt van, waar we, van het jaar 1000? Nee, eigenlijk niet meer. Misschien wel met sommige producten. Want Tiel was dan echt ook een handelsmarkt. Ja. Maar de omvang is wel duidelijk verschillend. Ik vind het een beetje schraal. Het is wat aan het kleiner worden, de maandagmarkt. Ja, ja, dat klopt. Want hier was het toen gekkenhuis. Helemaal vol. Internationale handel, pelzen, etenswaren, gierst, varkens, zelfs schol, zoutwatervis werd hier verhandeld. Dus vanuit de hele wereld, uit alle zeeën, kwam alles naar Tiel? Ja, alles kwam hier naartoe. Tiel had een eigen munt. Dus we hebben munten die in Tiel geslagen worden, tot in Rusland, Scandinavië en Engeland teruggevonden. Dus Tiel was een heel groot handelsknooppunt. Hoe kan het dan dat Tiel toen zo belangrijk was? En waardoor? Nou, Tiel lag op een knooppunt van twee rivieren, de Linge en de Waal. De Waal wordt naderhand belangrijker en de Linge die voert ook naar het achterland. En Tiel was het overslagpunt, lag in het midden van het land. En aan de ene kant had je natuurlijk Engeland, daar kwamen heel veel goederen naar hier. Die werden hier overgeslagen en die werden vervolgens naar het achterland, naar Duitsland gebracht. Naar Keulen, naar Duisburg, verder weg in Duitsland werd het gebracht. Dat is gewoon niet meer voor te stellen. Het bewijs daarvoor, een heel raar bewijs, een walviswervelbot hebben we in het museum liggen. Dat bewijst de welvaart en de roem van Tiel? Ja. Hier op deze plek kon je een broodje walvisvlees broodje eten. Walvis. Broodje walvis. Tiel zo'n rijke stad is geweest, joh. Hier ligt het ultieme bewijs, het walviswervelbod. Net zoals wij een ruggenwervel hebben, is het een van die tussenwervelschijven. En wat doet dat in Tiel? Die is hier gevonden voor het museum. Daar was vroeger een haven. Daar is die gevonden samen met een zeepok. Maar misschien wil je hem even bekijken? Ja, kijk, dit gaat een stuk soepelen. En nu mag ik hem pakken? Ja, pak hem maar vast. Want ik dacht dat het veel zwaarder zou zijn. Kijk, deze kant die is vrij geribbeld, maar als je hem nu omdraait... Ik weet niet of dat voor de camera te zien is, maar je ziet hier snijsporen. Oh, dus het is gebruikt als... Het is gebruikt als een bordje. En omdat die zeepok erbij gevonden is, weet je wat het is, een zeepok? Ja, dat zijn die puistjes van een walvis. Ja, nou, zo'n puistje is hier gevonden naast dit walviswervelbod. En dat bewijst dat er vers walvisvlees hier verhandeld is. Dus ik stel me zo voor dat je hier een heerlijk broodje walvisvlees kon bestellen. En dat het op dit bordje gegeten is. Maar wat zegt dat over de rijkdom, over de welvaart van Tiel? Tiel was daarmee is een knooppunt geweest. En dat wil zeggen, walvisvlees werd verhandeld door Noormannen. Het was duur, want het kwam van ver. Dus dit walvisbod is het bewijs van een bloeiende tijd voor Tiel. Ja, Tiel is ongeveer 100 jaar lang een belangrijk knooppunt geweest. Mag ik één broodje walvisvlees? Dat is een ongelooflijk verhaal. Ja, maar toch is het echt zo. Zo, Jetske. Ga feest vieren op Waardenburg. Daarna kwam de Betuwe stukje bij beetje in bezit van de graven van Gelre. Ja, maar die konden natuurlijk niet elke dag overal zijn. Ze stelden daarom bevriende ridders aan die een deel van hun land bestuurden. En zo ontstonden al die kastelen langs de grote rivieren. Bijvoorbeeld kasteel Waardenburg. Wat doe jij nou weer met die ballonnen op dat paard? Ah, heel goed, Jetske. 750 jaar kasteel Waardenburg. Ik denk dat is wel een paar ballonnen waard. Dat dacht ik ook. Mooie ballonnen. Toch ontzettend bijzonder dat we precies weten hoe oud dit kasteel is. We weten het tot op de dag precies en dat is inderdaad heel bijzonder. 2 augustus, dat was de grote verjaardag eigenlijk. Dat was eigenlijk het moment dat het hier allemaal begon. 2 augustus 1265. Oké. Jij zegt het maar. Dat we precies weten dat we hier op een verjaardagsfeestje zijn van een jarig van 750 jaar is al bijzonder. Maar we weten ook wie het kasteel gesticht heeft. Rudolf de Kok. Met COCK? Met COCK. Ja, ik kon het niet laten. Ja, maar het wordt ook op andere manieren geschreven hoor. Maar hij krijgt hier in 1265 het bezit wat hij ruilt met graaf Otto II van Gelre. Het is natuurlijk ontzettend lang geleden dat Rudolf hier woonde, 750 jaar. Maar is er nog iets te zien van Rudolf? We kunnen kijken naar zijn wapen dat hier op de zonnewijzer staat.
Hij koos een wapen waarmee hij zijn vermeende Franse afkomst wou laten zien. Het verhaal is dat hij zou afstammen van een Franse graaf. In de praktijk blijkt het helemaal niet bewijsbaar. Er zijn veel ridders die proberen zich hoger voor te doen dan ze feitelijk waren. En Rudolf de Kok heeft dat waarschijnlijk ook gedaan. En zo is het verhaal ontstaan dat hij van Franse afkomst zou zijn. Ja, allemaal prachtig, kasteel Waardenburg. Maar weet je wie het vernielde in de 80-jarige oorlog? Laat me raden, Willem van Oranje? Ja, de zogenaamde vader des vaderlands. Waarom doet hij dat? Willem van Oranje laat het kasteel verwoesten omdat in het kasteel 300 Spaanse soldaten verborgen zitten. Die worden hier onderdak wordt aan de soldaten gegeven. En die soldaten die helpen bij de blokkade van Zaltbommel. Dus die zorgen dat Zaltbommel niet ingenomen kan worden door Willem van Oranje. En dat zit Willem van Oranje natuurlijk vreselijk dwars. Dus die stuurt zijn troepen hier op het kasteel af. Dus het kasteel was eigenlijk gewoon een Spaanse kazerne? Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. Spaanse kazerne. Wat is er allemaal verwoest? Kunnen we het nog zien? Want het is nu een mooi kasteel. Het is nu een mooi kasteel en we kijken tegen de meest oorspronkelijke kant van het kasteel aan. Het was eigenlijk een veelhoekige burcht, helemaal gesloten. En nu is daar minder dan de helft van over. Het was een enorme burcht, een van de grootste in het rivierengebied. Nou ja, we zien nu hoe weinig er eigenlijk nog van rest. Dus de grote vierkante toren die we zien, die was minstens 2 verdiepingen hoger dan die nu is. Je ziet dat die met een schuin dak is afgeknot. Maar was dus veel hoger. En er was niet 1 zo'n grote vierkante toren. Dit kasteel had er zelfs 2. Kijk eens. Dankjewel. Nou, u. Oeps. Kijk, wat nu een voorplein lijkt, het was eigenlijk een binnenplein. Aan deze kant was het kasteel helemaal rondom dicht, gesloten, geheel. Grote woonvleugels aan deze kant. Niet 1 grote vierkante toren, maar wel 2. Een kapel, een schrijfkamer, een kantoor. Allerlei mooie kamers waarvan we weten dat ze er prachtig uit hebben gezien. Allemaal stuk geschoten door Willem van Oranje. Allemaal kapot en stuk geschoten en weg. Wie woonde hier toen? Catharina van Gelre woonde hier toen. Van Gelre? Dus hier zat Catharina van Gelre. Catharina van Gelre, een bastaarddochter van hertog Karel van Gelre. Van onze hertog Karel? Onze hertog Karel. Die woonde hier op het kasteel? Woonde hier op het kasteel. En zij bood aan 300 Spaanse soldaten onderdak. En dat kwam haar duur te staan. En over dat verhaal is in de 19e eeuw een toneelstuk geschreven. En we zullen een stukje daaruit lezen. Wat mij betreft, zei Catharina, ik ben tot het uiterste getroost. En wat er ook gebeuren, ik zou mij liever onder het puin van dit kasteel begraven dan van hier te wijken of het hoofd voor de muiters te buigen. Ze was standvastig. Een zeer standvastige dame. Net als haar vader, hertog Karel. Ik denk dat hij trots op je zou zijn geweest. Een dochter van onze grote hertog Karel die vecht tegen Willem van Oranje. Ja, mooier kan het toch niet? Maar de Oranjes wonnen de strijd en werden in de eeuwen na de 80-jarige oorlog steeds machtiger in de Betuwe. Ja, ze zijn graven van Buren en Culemborg, maar ook stadhouders in Gelderland. En daarmee hadden ze alle touwtjes in handen. Vanaf de 80-jarige oorlog bleef alleen de Overbetuwe katholiek. De Neder-Betuwe en de Tielerwaard gingen over naar het Calvinisme. Kijk eens wat ik heb. Ah. Wie kent dit schilderij? Ja? Het meisje met de parel. Het meisje met de parel. Het meisje met de parel, zie je dat? Heel beroemd schilderij. Dat schilderij dat wijst naar een kunstenaar. Johannes Vermeer, een Hollandse meester. En is een van de meest geliefde schilderijen. Dit is ook een kunstwerk. Hè? Dit is graan. Het is gemaakt door de Heere God. Er is een kunstenaar, er zit een brein achter. Er zit een architect achter. Nou, dat is het eerste wat wij dus op Dankdag doen. We hebben eigenlijk oog
voor degene die achter de dingen zit. De brein, de kunstenaar achter de dingen. En die willen we ook danken. Wij vieren op die dag dat wij naar God toe verwoorden. Dat we hem danken dat alles wat wij eten en drinken, maar ook wat wij aan hebben aan kleding, maar ook waarin we wonen, dat het niet vanzelfsprekend is, maar dat wij dat mogen ontvangen en dat we dat ook naar hem willen uiten van dank u, Here, dat u daar achter staat. En wij willen hem danken daarvoor. De Betuwe werd zelfs zo streng protestants dat het gemeentebestuur van Tiel het katholieke Sinterklaasfeest verbood. Ja, Wim, we lijken zelf Sinterklaas wel. Ja, hè? Die protestanten, ja, die gingen best wel ver met verbieden. Ja, heel ver zelfs. Want ja, alles wat maar naar Rooms-katholicisme rook, dat was tegen de zin van de predikanten. En die gingen daar actie voeren om dat te verbieden. Dus maar dit feesten, ook, Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Toen was Sinterklaas al belangrijk. En waarom? Voor de handel. Want Sinterklaas moest zijn inkopen doen. En dit is het koopmansgilde. En die zeiden dus, Sinterklaas is dus ook onze heilige, de heilige voor de handel. In het resolutieboek van de stad Tiel, daaruit blijkt dat het stadsbestuur, ook weer geport door de toenmalige predikanten in 1618, vond dat dat Rooms-katholieke gebeuren te veel gebeurde. En toen hebben ze verboden om de schoenen neer te zetten. Pardon? Ja. De kindertjes in de tijd, ja, van het begin 17e eeuw, ja, mochten hier in het protestante deel hun schoenen niet zetten. Niet meer neerzetten. In 1618 heeft het stadsbestuur vastgelegd dat voortaan geen kinderen binnen deze stad enige schoenen bij haar vrienden, dat is de familie en kennissen, nog bij anderen en op Sint-Nicolaasavonden dat mag zetten. Het staat gewoon beschreven dat het gewoon, ja, niet, dat het niet, het mocht niet. Foei. En dat niet alleen voor de kinderen. Want de ouders die hielpen Sinterklaas wel eens en dan kochten ze voor Sinterklaas al wat in. En dan gingen de bakkers, die gingen daarop inspelen. Dus die maakten stalletjes voor hun winkel, dat deden ze vroeger, met Sinterklaaspoppen. Dus speculaas, ja, marsepein, marsepein, suikergoed. Ik heb er nou zin in. Dat mocht ook niet, dat werd ook verboden. Wat voor straf kreeg je als je als kind toch je schoen zette? Nou, dat kind kreeg de straf niet, maar de ouders, en zo wordt het ook, die kregen dan straf van 2 goudguldens. Dat klinkt als inclusief, een behoorlijk, dat veel is een geld, behoorlijk bedrag in die tijd. Maar dat niet alleen. Je moest die 2 goudguldens betalen. En je was de schoen met inhoud kwijt. En de winkelier was heel zijn stal met alles erop en eraan ook kwijt. Dat werd in beslag genomen. Gelukkig is het Sinterklaasverbod na de Franse Revolutie afgeschaft. De 19e eeuw brak aan. Om Holland te verdedigen werd er van Muiden tot de Biesbos een nieuwe waterlinie aangelegd. Vlak langs de Betuwe. Ook Fort Pannerden hoorde bij de nieuwe Hollandse waterlinie. Op het splitsingspunt van Waal en Rijn. Pannerdens kanaal. Nou ja, de meeste overblijfselen van de nieuwe Hollandse waterlinie liggen helemaal in het westen van de Betuwe. Ja, op de grens met Holland. Dag Chris. Ah, René. Hoi. Hallo. Dit is een verdedigingswerk uit het begin van de 19e eeuw? Ja, 1815, toen de waterlinie werd aangelegd, begonnen ze als eerste met sluizen. En dit is de allereerste waaiersluis die in de waterlinie is gebouwd. Hier de nieuwe Hollandse waterlinie. Ja. Ja. Er zijn heel veel overblijfselen van in het landschap. En vooral in dit gebied. En je moet het weten. En langs de Diefdijk liggen talloze objecten. En het lijkt me leuk om daar te gaan kijken. Ik kan niet wachten. Ja. We lopen hier pal op de grens van Holland en Gelderland. En als het water kwam, dan stroomde dat Gelderse water hier de Hollandse polders in. Want hoe meer je naar het westen komt, hoe lager het wordt. Want dit is de nieuwe Hollandse waterlinie. Ja, ja. We staan hier op eigenlijk een van de meest karakteristieke dijken van die nieuwe Hollandse waterlinie. Hoge dijk, laag gelegen land hierachter en onder water gezet gebied hiervoor. Zodat Holland, Den Haag, Amsterdam, ligt allemaal daar, veilig bleef voor de vijand in de 19e eeuw. Ja, het economisch en politiek hart van het land moest beschermd worden. En toen heeft er iemand ooit bedacht, daar waar Hoog-Nederland in Laag-Nederland overgaat, dan kan je de boel onder water zetten door een sluis open te zetten of een dijk door te steken. En dan heb je een barrière, een waterbarrière, waar een vijand niet zo makkelijk doorheen komt. Het
idee was om 7 dagen lang aan de landsgrenzen de vijand te vertragen. In die 7 dagen moest die waterlinie hier gerealiseerd worden. En dan trok het veldleger zich terug achter de waterlinie. En was het belangrijkste deel van het land beschermd. Ja, de Randstad. Belangrijkste deel beschermd en wij in Gelderland. De Vesting Holland werd het genoemd, ja. Ja. Dit is mooi zeg. Niet zo'n opgepoetst fort, maar echt de spinnenwebben hangen er nog aan. Ja, en de prachtige wilde varens groeien hier nog. Dit Fort Everdingen. Dit is precies de grens, toch? Tussen Holland en Gelderland. Ja, we staan hier bijna eigenlijk bij deze boog. Loopt de grens van Gelderland en Holland dwars door dit fort heen. Dwars door deze hoge toren. Zo naar de rivier, de lek die hierachter ligt. Die Hollandse waterlinie is een paar keer ingezet, hè? Tijdens de Eerste Wereldoorlog ook. Maar wat gebeurde er daarna? Nou, de laatste keer tijdens de Tweede Wereldoorlog. En zoals je weet kwamen die Duitsers met een nieuw wapen, het luchtwapen. Met vliegtuigen vlogen ze eigenlijk over die waterhindernissen heen. En werd Rotterdam gebombardeerd. En dat was in feite het einde van zo'n 19e eeuws verdedigingssysteem. Hè, wat zich helemaal baseerde op een waterhindernis. De Tweede Wereldoorlog had ook desastreuze gevolgen in de Betuwe. Ja, dat kan je wel zeggen. In de winter van 1944 en 1945, precies 75 jaar geleden, lag het front tussen de geallieerden en de nazi's dwars door het Gelders rivierengebied. Geen enkele Nederlandse regio lag zo lang in de frontlinie. Toeval dat hier meteen een lege oefening is met amfibievoertuigen? Het lijkt er wel op. Het lijkt een beetje op de situatie zoals die was in september 1944. Ja. De landing bij Arnhem-Oosterbeek is mislukt. De geallieerden die blijven hangen in de buurt van Arnhem, Nijmegen. Maar delen van Maas en Waal, hier waar we nu staan, worden wel bevrijd. Maar aan de overkant, daar ligt Tiel, daar ligt Kesteren, daar ligt Ochten, op Heusden. Dat blijft in handen van de Duitsers. We varen nu op de Waal. Ja. En dat is eigenlijk de Waal is de grens tussen geweest. Bevrijd gebied en wat de Duitsers nog in handen hadden. De bevrijding lag letterlijk aan de overkant van de Waal. Bevrijd is hier? Bevrijd is daar. Bezetting nog bezetting daar. Is aan die kant. Het werd nog erger voor de bewoners aan de overkant. 2 december 1944 blazen de Duitsers de dijk op bij Elde. Oh, in de buurt van Elst ook. Ja. En het water, het hoge water van de rivier, komt dan helemaal door de Betuwe heen. Dus ook een enorme waterschade. Een enorme waterzee. Je moet voorstellen, een soort binnenzee wordt het. Hele huizen die onder water stonden. Gewoon een enorme zondvloed, zou je bijna kunnen zeggen. En hoe komt het dat we dan, als we het hebben over de bevrijding van Nederland, dat je vooral de verhalen hoort, Market Garden, je hoort de hongerwinter. Maar heel weinig over dit deel van Gelderland of van Nederland. Weet je, onze vaderlandse geschiedenis is eigenlijk Hollandse geschiedenis. Wat er in Holland gebeurt, daar is het accent op gelegd. Ja, dat klopt. En wat er in de periferie gebeurde, in onze provincie met name. Ja, Arnhem weten de mensen nog wel. Ja, dat was zo groot. Maar stel je eens voor, je woont in Ochten. Je komt terug van de oorlog en er staat een bord. Dat bord is bewaard gebleven. Dit was Ochten. Alle huizen weg, op 4 of 6 na. Ja? Helemaal van de kaart geveegd. Dus dat moest helemaal opnieuw opgebouwd worden. Dus die mensen die zaten hier en ze zaten dus midden in het schootsveld van de geallieerden. Ja, en dat werd zo erg dat op 15 januari 1945 het sein gegeven werd, heel Tiel moet leeg zijn op die datum. Dus de Tielenaren vertrokken lopend, moet je voorstellen, 10, 12 kilometer lopen in de vrieskou. Ja. Niet van die kinderachtige winter. Zoals nu strenge winter. De hongerwinter zou ze zeggen. Wijk Verduurstede. Daar met karren verder naar Driebergen. En dat ging zo via Utrecht, Zwolle, Groningen naar Friesland. Dus de Tielse bevolking was weg. Die kwam terug in mei, juni 45. Ja, vaak pas in juni 45. Ja, en wat troffen ze dan aan? Ja, dan vind je een binnenstad die voor 80% in puin ligt. Thank you.
Zo was het in Tiel. Ja. Veel in Tiel was zo. En er is weinig van overgebleven. Behalve dit pand. Dit pand. En dat is echt eigenlijk een wonder als je het in het kader van de geschiedenis van de stad ziet. En je weet dat in 1944, 1945 gigantisch veel verwoest is. Dat dit nagenoeg onbeschadigd uit de oorlog is gekomen. Dus als ik een beeld wil krijgen van het oorspronkelijke, mooie, oude, middeleeuwse of laat-middeleeuwse Tiel, dan moet ik gewoon alleen maar even hier naar kijken. Ja, moet je even hier naar kijken en ja, dan word je eigenlijk verdrietig wat er allemaal verloren gaat. Het punt is wel dat deze stad niet zozeer vernietigd is door Duitse bommen. Nee, nee, het waren de geallieerden van de overkant. Vanaf die kant? Van Wamel uit. Er werd geschoten. Nou, dan schiet je terug. En dan werd wat feller geschoten met zwaarder geschut dan die Duitsers deden. En toen er vloog zelfs een vliegtuigje boven de stad van de geallieerden om te kijken waar je het beste de bommen kon laten neerschieten. Ja. De puinkijker werd hij door de burgers genoemd. In het begin, toen hier alle mensen nog woonden. En dan kwam de puinkijker eraan en wisten ze al, nou, we moeten nu in de kelders en onder de trap gaan zitten, want er gaat weer wat gebeuren. Jongen, hoe hou je het dan vol als je hier woont met je familie? Je bent gewoon prijsschieten. Ja, dat was het. De trouwzaal? Tegenwoordig de trouwzaal. Schitterend stukje. Maar in het verleden was dit de eetzaal natuurlijk, hè, van de familie. Wat weten we van de bevrijding van Tiel? Tiel was leeg. Hè. Alle mensen waren geëvacueerd tot in Friesland toe. Met allemaal dramatische toestanden. En toen ze terugkwamen was alles kapot. Toen ze het wel gingen vieren, toen waren we al lang na de bevrijding. Want eerst moesten de inwoners weer terugkomen. Want anders heb je niks te vieren. En pas in juni is daar behoorlijk wat bevolking. En gaan ze met de Belgen die intussen hier waren als onderdeel van het Canadese leger de bevrijding vieren. En in augustus hebben ze het pas echt gedaan tijdens de verjaardag van koningin Wilhelmina. Gelukkig krabbelde Tiel en de Betuwe na de Tweede Wereldoorlog weer op. Het is nu weer een bloeiende regio in het hart van Nederland. En midden tussen de rivieren Waal en Rijn. Dat bleek in 1995 bij het hoge water nog net zo risicovol als vroeger. Maar zonder de rivieren zou de Betuwe niet bestaan. Ze horen bij de Betuwe, zoals de Betuwe hoort bij het verhaal van Gelderland. Ja, het is waar. Hoe heet dit water, René? Dit is de Nederrijn, toch? Heel goed. Kijk Bas, hier gaan we naartoe. Zaterdag. Zo. Mooi, hè? Dat is het Geofort. Het Geofort is helemaal in het westen van de Betuwe. Het is een forteiland uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ja, maar die gaan we nog een keer gebruiken, maar dan andersom. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar dit is dus meer dan alleen maar zo'n rond fort. Dit is met onderaardse gangen, met allerlei speeltoestellen. Het is echt een volledig eiland. Zaterdag gratis. Tot 12 uur. Ja, en je kan er ook wat drinken volgens mij. Dat kan ook. Dat zie jij ook meteen weer. Hè? Zelfs op een klein schermpje. Ja. Ja. En er zijn natuurlijk appeltjes uit de Betuwe. Tot zaterdag.